Met betrekking tot de wapenvangst, het onderscheppen van wapens gisterochtend in het westen van het land. Laat mij dit ervan zeggen. Het is een welkome ontwikkeling na alle meldingen van inbraken, van berovingen, van gewapende berovingen. Het is niet een ontwikkeling die wij graag zien, maar we weten, het is realiteit. En we moeten onderkennen dat er veel illegale wapens buiten zijn. We weten nog een paar maanden terug is er aangifte gedaan van vermissing van wapens uit een bepaald depot. Het is niet een ontwikkeling die wij voorstaan, maar wij, de gewapende diensten, de veiligheidsdiensten zijn alert, de politie is alert. En we moeten ons afvragen van wat is dit eigenlijk? Wapenhandel? Waarvoor werden de wapens ingezet? Is het terrorisme? Is het misschien dat deze wapens zouden worden ingezet voor ruil, voor drugs? Is het om criminele organisaties te bewaken? Het zijn allemaal vragen die dit onderzoek, uit dit onderzoek beantwoord zullen moeten worden. Ten aanzien van het vuurwapenbeleid, het ministerie van Justitie en Politie is bezig om dit in samenwerking met het kabinet van de president te bespreken en duidelijke beleidslijn uit te zetten ten aanzien van het vuurwapenbeleid. Maar laat mij ook zeggen dat we in voorbereiding hebben een periode waarbij we mensen die illegale wapens hebben gaan oproepen om deze in te leveren. Ik bespreek met het Openbaar Ministerie hoe wij dit gaan aanpakken. Maar wij zijn bezig dat voor te bereiden. Omdat de gemeenschap heeft er baat bij dat er zo minder mogelijk illegale wapens in de gemeenschap, onder de gemeenschap circuleren.